NOS Studio Sport. Dag dames en heren, goedemorgen. Van harte welkom bij Studio Sport. Welkom aan alle mensen die de weg naar de televisie hebben weten te vinden, al dan niet met griep, want wat heerst het, hè? De strijd om de wereldbeker, eindelijk gaat hij dan beginnen om 11:15 is de aftrap. En Willem Kieft zal hier in Hilversum de wedstrijd meekijken. Willem die ooit met PSV om de wereldbeker streed verloor van Nationaal. In 88 was dat. Hij weet er alles van. En dit jaar is de kampioen van Zuid-Amerika, dus Gremio. En als je alle verhalen mag geloven, dan spelen ze bijzonder hard. En hoop je eigenlijk alleen maar dat de Ajaxiden heel uit de strijd komen. We gaan om te beginnen maar eens even kijken in het National Stadium in Tokio. Daar is uiteraard Kees Jansma. Ja, goedenavond vanuit het Olympisch Stadion in Tokio. Het koude, winderig Olympisch Stadion. Niet ver voor de aftrap van die wedstrijd om de wereldbeker, de officieuze wereldbeker. En dat ding staat hier. Hij is niet mooi, maar wel belangrijk. Zeker in commercieel opzicht. Mooie namen staan erin. 1970 won Feyenoord hem. Dat staat aan deze kant. En als we omkijken hier, 1972 Ajax. Dat zijn Nederlandse clubs die de wereldbeker hebben gewonnen. Het gaat dus straks, zoals bekend, tussen Ajax en Gremio in het Olympisch Stadion. Waar zo'n kleine 60.000 mensen een plaats kunnen hebben. De kaarten zijn allemaal verkocht. Maar de vraag is maar of de clubs, de toeschouwers inderdaad allemaal zullen komen. Want vanwege de kou die de laatste dagen s'avonds al maar toeneemt, blijven veel Japanners misschien wel thuis. Voetbal is belangrijk in Japan en de J-League, zo'n 3 jaar geleden gestart, heeft voetbal nog meer populair gemaakt. Maar, alles bij elkaar moet je toch zeggen dat deze wedstrijd in de wereldstad Tokio met zo'n 13 miljoen inwoners niet echt leeft. Ajax en Gremio moeten naar Tokio om die officieuze wereldbeker te gaan winnen. Sfeer moet er straks wel zijn met een paar honderd Brazilianen en zo'n kleine 1500 Nederlanders. En de rest, Japanners, die zullen juichen, zeggen ze hier voor Nederland. Want Europees voetbal en Ajax staat hier in Tokio enorm hoog aangeschreven. Ja, Japanners in presteren, dat is één. Maar waarschijnlijk doen die Brazilianen dat ook gewoon hoor. Bij ons Willem Kieft. Willem, dat moet een raar gevoel zijn, denk ik. In strijden om de wereldbeker in een stadion waar niet je eigen supporters zitten. Ja, dat is het grootste probleem. Ja, je gaat er naartoe, je weet wel dat je om de wereldbeker speelt. Buiten dat het bij ons veel minder leeft dan in Zuid-Amerika. Dat is het veel belangrijker. Maar je begint aan zo'n wedstrijd en dan... Ja, je publiek is niet voor je, het publiek is niet tegen je. Je krijgt toch gauw het idee dat je een wedstrijdje speelt om... Ja, welke willekeurige cup dan ook, ergens in een vreemd land. En die motivatie die is heel moeilijk op te brengen toch. Hoe raar het ook klinkt, je speelt de wereldbeker, maar toch, die sfeer is er niet. Je kan beter het publiek tegen je hebben, dan kan je daar je motivatie uithalen. Ja. Dus ja, hoe gaan ze daarmee om? Dat is de grote vraag. Wij hadden er veel moeite mee toen de tijd. Ik ben benieuwd of het straks volloopt inderdaad, wat Kees zei. Dat zullen we zo gaan zien. Nu we toch met een grote delegatie, mag ik wel zeggen, in Japan waren, was het natuurlijk aardig om een speler op te zoeken die wij al een tijdje in Nederland uit het oog hebben verloren. Kees zei het al, de J-League, de hoogste Japanse competitie, is nu 3 jaar van start. En een oud PSV'er, vriend van Willem, die draait er al enige seizoenen mee. We gaan op zoek naar hem. Kent u deze nog? Hij werd geboren op 5 maart 1964, speelde 42 keer voor Oranje, werd 8 keer landskampioen, won 5 keer de nationale beker, 1 keer de Supercup, 1 keer de Europa Cup 1 en werd 1 keer Europees kampioen met het Nederlands elftal. Gerald Vanenburg, ex-Ajax en ex-PSV. In 372 competitiewedstrijden doelpunte hij 147 keer. Vandaag werkt en woont Vanenburg in Japan en denkt vaak terug aan Ajax. Ja, Ajax is gewoon een speciale club natuurlijk. Super goede opleiding. En ik denk niet. Als je nou bijvoorbeeld naar Ajax kijkt en je ziet vanuit de jeugd, ze spelen allemaal hetzelfde spelletje. En ik denk dat je dat nergens terugvindt in heel Europa niet. Dus wat dat betreft is het gewoon super vereniging. Gerald Vanenburg voetbalt al 2,5 jaar in Iwata, zo'n 200 kilometer van Tokio. Samen met oudere verdetten als Ilachi en Dunga. Vanenburg weet zich nog precies te herinneren hoe destijds de Amsterdamse jeugdopleiding in elkaar stak. Ja, het is hard, maar je ziet ook wat er doorkomt. Het mag best hard zijn als ze het maar oppakken en dat blijkt heel goed te lukken. Je bent een van de vele Utrechtse jongens, geloof ik, die bij Ajax het gemaakt heeft, hè? Ja, er zijn natuurlijk toch nog wel wat na geweest. Je hebt Jan Wouters natuurlijk, Robbie de Wit, niet te vergeten. Robbie van Alphen, die ongelukkig natuurlijk. Nou, als je die laatste paar bekijkt, heb ik natuurlijk het geluk gehad dat ik geen blessures heb gehad in mijn periode. Daar moet je natuurlijk heel veel geluk mee hebben. Want met wie speelde jij daar in je beste periode? Ik heb nog met iemand gespeeld die heette Cruijff. Dat was ook wel aardig.
Nou, we hebben een goede periode gehad. Ik denk dat je dat elftal was waar je de Europa Cup had mee moeten winnen. Supersterk, maar om de een of andere reden denk ik is dat niet gelukt. In 1982 herkennen we hier Cruijff, de teenagers Vanenburg, Jesper Olsen, Søren Lerby, Wim Kieft, Dick Schoenhaker en Peter Boeven. Maar in Europa brak Ajax toen nog niet door. Nou, ik denk dat dit Ajax vooral in Louis van Gaal het grote verschil heeft. Het is een super trainer, denk ik. Het blijkt dat hij gewoon het elftal super goed laat spelen. Ze spelen heel goed positioneel en ik denk dat dat vooral zijn verdienst is. In Japan rust Vanenburg niet bepaald uit. Sterker nog, hij komt over een jaar terug naar Europa. Dichter bij zijn liefde PSV en Ajax. Ik heb bij Ajax een fantastische periode gehad, maar ik heb bij PSV denk ik nog een veel mooiere periode daarna gekregen. En dat was ook met heel erg leuk voetbal. En, kijk, dat is voor mij Ajax is natuurlijk de club waar het altijd gebeurt. Maar bij PSV zie je het nu ook terugkomen. Dus ik ga ervan uit dat ook wel weer goed komt. Vanenburg en Ajax weerzien in Tokio. Ja, dan gaan we eens kijken bij de Braziliaanse coach Louis-Philippe Scolari. Moet het wat zijn spelers betreft dus bepaald niet van de techniek hebben. Gremio vertoont dan ook eerdere overeenkomsten met het spel van Uruguay qua hardheid dan het Braziliaanse samba-voetbal. Je moet zo ver gaan als de regels het toelaten, heeft de coach van Gremio gezegd. Eddie Poelman, praat met hem. Es posible denunciar l'equipo por el partido contra el Ajax? Olha, a equipe do Grêmio praticamente todo mundo conhece. Danley, Arce, Rivarola, Adilson e Roger, Dinho, Goiano, Carlos Miguel e Arilson, Paulo Nunes e Jardel. No, faltas? No jogadores que faltam? Não, todo mundo que estava inscrito e mais ou menos essa equipe que venceu a Libertadores. Não tem ninguém, não tem falta de ninguém, não tem ninguém machucado. Que é a importância para o Grêmio, a Copa do Mundo, a Copa Toyota Cup? É importante porque o Grêmio é uma equipe que teve muitas dificuldades nesses 3-4 anos passados. Montou novamente uma equipe jovem. Esse ano contratou 4 ou 5 jogadores mais experientes e ganhou a Copa Libertadores. E para nós, sul-americanos, o Mundial disputado no Japão tem muita importância. É a última partida por jogadores do Grêmio, está? Não, se nós tivermos aqui um resultado positivo amanhã, que é o que nós pretendemos, nós voltamos ao Brasil e pretendemos ainda jogar mais um jogo amistoso no Brasil para encerrar o ano. É uma partida importante para o clube Grêmio? É, essa de amanhã é a mais importante dos últimos 12 anos, ou quem sabe da vida do Grêmio, porque disputa-se aí o bicampeonato mundial. E depois nós vamos fazer uma partida amistosa, digamos, em Porto Alegre, ou na colocação de faixas, se nós obtivermos um resultado positivo, naturalmente. É uma partida importante também para o treinador? É, bastante, porque é a primeira vez que eu chego aqui no Japão como técnico do Grêmio para disputar uma final de um mundial. Então, para mim, quem sabe seja o início de uma carreira muito boa. E quem sabe amanhã a gente tenha o primeiro sucesso em termos de um reconhecimento mundial. Agora é frio a Tóquio. É uma vantagem para o Ajax? É, a Ajax já está mais acostumada ao frio, porque nós lá no sul do país, nesse momento, estamos com uma temperatura de 30 graus, mais ou menos. Então o Ajax já está mais acostumado, mas isso também dá ao atleta, principalmente do Grêmio, um pouco mais de vontade, de força, porque tem que superar também o frio. Dat was de coach van de Brazilianen, Scolari. Het laatste woord is uiteraard aan de coach van Ajax. Louis van Gaal, waar we ook zijn, waar het ook is, we vragen altijd als eerste naar de opstelling. In de goal van de Sar, Reiziger, Blind, Frank de Boer. Bolgaarde. In het middenveld Ronald de Boer, Jari Liedmanen en Edgar Davids. En in de voorhoede George Kluivert en Overmars. Dat lijkt mij de gebruikelijke gewenste opstelling. Heb jij spelers voldoende over Grêmio kunnen informeren? Ben je zelf inmiddels voldoende over deze tegenstander die hier nou het veld op komt geïnformeerd? Ja, ten eerste door Tony Pronk en op de tweede plaats de videobanden. En ik denk dat ik een goed overzicht heb van de mogelijkheden van Grêmio.
Je hebt de eerste dagen hier in Japan gebruikt om ontspannen te recupereren van Madrid. Daarna is het serieus gegaan. Hoe leeft deze wedstrijd bij de groep en bij jou? Nou, enorm mag ik wel zeggen, want dat heb ik al in het begin gezegd van deze trip. Er zijn nog maar weinig spelers die kunnen zeggen dat ze een wereldcup achter hun naam hebben staan. En een coach ook natuurlijk. En ik kan aan de spanning zien op de gezichten dat, dat deze wedstrijd heel erg leeft. Je vraagt je af wanneer het ooit, en ik hoop het niet, met Ajax mis zal gaan. Hè? Het onoverwinnelijke, wat in de Spaanse krant is uitgedragen, dat hebben jullie ook meegekregen, want Japan vindt jullie geweldig. Nou ja, als je zo'n lange reeks ongeslagen blijft, dan brengt het ook een bepaalde druk met zich mee. Want de eerstkomende nederlaag komt steeds dichterbij. Dat heeft Jari Liedmaan eens een keer heel mooi omschreven, maar het is natuurlijk ook zo. Maar ik hoop dat het nog één wedstrijd langer duurt als, als ik het toch voor het zeggen mag hebben. Want een wereldcup win je niet zomaar. Nee, het is eigenlijk ongelooflijk wat zo'n wedstrijd nog teweeg kan brengen. Er zit er daar pal achter. Nederlanders helemaal naar Japan gekomen zijn. In Nederland zelf schijnen er toch straks 2 miljoen mensen overdag naar een wedstrijd te kijken. Wat maakt het allemaal los, hè? Ja, dat vind ik wel eigenlijk leuk. Ook een waardering van de prestaties van Ajax. En ik hoop ook dat we iedereen in Nederland tevreden kunnen stemmen. Kan het beter na Madrid? Het kan altijd beter. Hè? Hoe dat? Nou, kijk, Madrid, de hele entourage was natuurlijk geweldig. Real Madrid wordt gezien als een topclub. 70.000 mensen, geloof ik. Wij in uitwedstrijd, veel dramatiek met Frank de Boer en Scholten op het laatst geblesseerd. Dan een jonge jongen erin die het gewoon geweldig doet. Ajax die geweldig speelt, afgekeurde doelpunten, kogels tegen de lat, paal. Alles wat de wedstrijd te bieden heeft. En dan win je alsnog, ja. Dan is de wedstrijd op zichzelf geweldig, maar ik had nog wel wat aan te merken. Zoals wat? Nou, dat heb ik al gezegd, geloof ik, meteen na de wedstrijd. De organisatie in de eerste 20 minuten. En dat zal vanavond ook weer een rol spelen, omdat ook bij Gremio nummer 7 Núñez, nummer 10 Arilson en nummer 11 Miquel enorm veel van positie wisselen. En dan moet je heel scherp zijn om toch kort te kunnen dekken. Er is een Engelse scheidsrechter, die heb ik even gesproken. En die zegt van één ding staat vast, ik heb Zuid-Amerikanen vaker gehad. Ik moet ze heel kort houden, anders wordt het schoppen. Ja, nou ja, ik hoop dat die woord houdt. Verwacht je dat inderdaad, dat zij hard gaan spelen? Nou, zij spelen altijd hard. Ik heb nu 4 banden gezien. En ik heb nog geen wedstrijd gezien waar de tackles niet eruit vlogen. Dus wat dat betreft verwacht ik wel een harde wedstrijd. Ook al omdat hun voorkeur uitgaat naar het verdedigen in een kleine ruimte. Met de counter-tactiek. Het is wel een merkwaardig fenomeen voetballen. Ook erg commercieel. Want we staan in Japan te kijken naar een wedstrijd tussen een Zuid-Amerikaanse en een Nederlandse ploeg. Het kan gek gaan. Ja, je weet hoe ik daarover denk. Hè? Ik vind dat de commercie tegenwoordig steeds een grotere invloed op het voetbalgebeuren heeft. Het is toch van de gekken dat wij met 2 clubs naar Tokio moeten vliegen met alle consequenties van dien om hier een World Cup te spelen. Dat is juist. Je gaat het toch maar even winnen, denk ik. Ik hoop het wel. Dankjewel, veel succes. Oké, graag gedaan. Ja, Louis van Gaal en Willem, jij zat je net te verkneukelen tijdens het interview. Jij zei van, ik begin steeds leuker te vinden, de interviews met Van Gaal. Ja, nou, het is een man die nooit echt zijn best heeft gedaan om populair over te komen. Maar des te knapper is het wat hij bereikt heeft. En ja, ik krijg nu toch wel regelmatig ook nog de lachers op zijn hand. Dus ja, goed. Het gaat ook goed met hem, hè? Ja, daarom. Moet maar eens kijken als ze weer eens omslaan natuurlijk. De belangrijkste wedstrijd uit de geschiedenis van Gremio werd er gezegd door die andere coach Scolare. Dat betekent nogal wat, denk ik. Ja, absoluut. Maar dat zei ik dus straks al. Het is hun beleven het toch iets anders dan wij. En ja, het hele land is er al tijden mee bezig. Ik kan me toen herinneren, destijds Romario, die voelde die wedstrijd veel meer dan wij hem voelden toen we daar speelden. Nou, we hebben verhaaltjes gelezen van Marcio Santos, van Ajax. Hoe dat allemaal leeft daar. En ja, dat zegt veel. En ja, Ajax moet daar heel erg tegen gewapend zijn natuurlijk. Blijkt ook uit de historie als je de wedstrijden op rij zet. 20 keer is die beker al naar Zuid-Amerika meegegaan tegen nog maar 13 keer ja, dat zegt genoeg. Naar Europa. Hun beleven het toch iets intenser dan wij het beleven. En dat zal ook wel te zien zijn, denk ik. Een Engelse scheidsrechter. Jij zei, ik weet niet of het nou wel zo'n voordeel is. Waarom heb jij je twijfels? Nou, omdat Engelse scheidsrechters
toch veel toelaten. En dat is vaak heel leuk voor het spektakel om te zien. Ze fluiten niet alles af. Maar Gremio is een ploeg die het echt van het fysieke contact moet hebben. Ajax dus duidelijk niet. Ajax moet voetballen, Ajax moet die duels ook ontwijken. Nou, dan kan het een nadeel zijn als een scheidsrechter, wat in zijn natuur zit, toch veel door laat gaan. Ja. Die Ajaxiden die nu waarschijnlijk, ja, als we het allemaal mogen geloven, de verhalen, geconfronteerd zullen worden met heel hard spel. Denk je dat ze daarop voorbereid zijn? Want het gebeurt er natuurlijk niet vaak. Nee, maar ik denk ook niet dat we we doen er een beetje denigerend over hier in Nederland, Europa, over dat spel van Gremio. Maar het is de kampioen van Zuid-Amerika. Ze hebben goede spitsen. Ze hebben een behoorlijk middenveld. Hard, maar er zit toch veel voetbal in. Dus je moet er niet van uitgaan dat ze alleen maar fysiek wat kunnen. Want voetballen kunnen ze ook goed. Ja. Wat is nou jouw gevoel over zo'n wedstrijd? Mag ik het eerlijk zeggen? Ja? Ik heb geen flauw idee. Nee. Ik heb geen flauw idee. Ook omdat als dit een Europa Cup finale zou zijn, dan ja, word je daar veel meer mee geconfronteerd. Dan ben je er veel meer mee bezig. Ik heb bij deze wedstrijd toch, moet ik zeggen, ja. Het is de wereldbeker, maar toch leeft het veel minder voor mij persoonlijk dan Europa Cup finale. Het is wat Van Gaal zegt, een beetje het slachtoffer van de commercie. Kom op met z'n allen naar Japan. Totaal belachelijk, want het is gewoon slecht voor het voetbal. Je moet lekker daar, niet lekker hoor, maar je moet daar een wedstrijd gaan spelen met dat publiek, vijandig publiek. Dat is prachtig, dan krijg je mooie wedstrijden. En een wedstrijd in Amsterdam. Dat je terug. Ja, maar zo hoort het ook. En dit is alleen maar om geld te verdienen. Wat ik begreep, Ajax wordt er zelfs niet eens veel wijzer van. Nou ja, laat dan het voetbal overheersen. Ja. Laat dat het belangrijkste zijn. Want in de Champions League, waar het ook al zo commercieel in toe gaat, zien we ook niet altijd de leukste wedstrijden. Ja. Jij weet verder ook niet veel van die tegenstander. Van Gaal had 4 banden gezien. Ja, nou, ik heb heel weinig banden gezien. Ik heb een paar dingen gezien. Daar moet ik zeggen, ze hebben goede spitsen. Ze spelen inderdaad hard, maar ik heb ook het idee dat wij alleen maar die ordinaire schoppartijen gezien hebben. En daar baseren we het hele verhaal van Gremio op. Nou, het moet gewoon een goede ploeg zijn. En het is de kampioen van Zuid-Amerika. Nogmaals, Brazilië werd wereldkampioen in 94. Ja. Goed, Willem, we gaan het zo meteen zien. Over commercie gesproken, wij zijn over enkele minuten weer bij u terug. Dat zijn nog eens gentlemen. Leuke jasjes voor die jonge jongens. Die kosten 140 gulden. Wel destig, hè? Hartstikke chic. Ik ben ook dol op smokings. En zeker van zuiver scheerwol. Nou ja, de feestweken bij CNA. Wat is er toch aan de hand? Mijn ideale waterkoker heeft geen last van kalkaanslag, zodat hij langer meegaat en zorgt voor kokend water in een mum van tijd. Ja, dat is het helemaal. De Gold waterkoker van Tefo. De eerste waterkoker met een gouden element dat kalkaanslag geen kans geeft. Tefo, je denkt ook aan alles. Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend niet. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze? Ik voel alleen de pijn van jou hier bij me missen. En ik kan er niet mee omgaan. Ik kan er echt niet meer mee omgaan. Wat een rust. Vroeger kon je nog wat beleven. Flesje, plasje, dan was ik nat en ging ik tekeer. Maar nu, flesje, plasje en zo snel droog, dat ik denk, waar is mijn plasje nou? In je nieuwe Libero. Want kijk, dankzij QuickZone, een nieuw bovenlaagje, absorbeert hij nu sneller dan ooit. Je voelt je meteen droog. En nu ga ik kappertje spelen. Nieuwe Libero, dat is pas een snelle luier. Cool.
Er waart een virus door Europa. Een virus dat razendsnel om zich heen grijpt en onverwacht kan toeslaan. De ziekte openbaart zich het meest in gebieden waar veel mensen dicht bij elkaar wonen. Het virus maakt vooral slachtoffers onder allochtonen en mensen van buitenlandse afkomst. Voor donateur van Novib om mensen op eigen benen te laten staan. Dat is een methode die werkt. Over enkele seconden zullen we live overgaan naar Tokio. Toch nog heel even de vraag, Willem, aan jou. Ooit spijt gehad dat PSV destijds die wereldbeker toch niet heeft gepakt? Misschien het er gemakkelijk over gedacht heel heeft? Heel veel spijt, ja. Ja. Ja, dat is achteraf. Ik heb het al een beetje uitgelegd. Het gevoel wat je hebt op dat moment. Dan besef je ook niet dat je de wereldbeker speelt. Maar achteraf, toen wij die wedstrijd verloren hebben. Jongen. Wereldkampioen word je waarschijnlijk maar één keer. Of misschien Ajax moet die periode even door blijven gaan. Maar dat weet je van tevoren niet. Dus je moet pakken wat je pakken kan. En de kwaliteit hebben ze en moeten ze het ook doen. Oké. Ik denk dat het besef uiteraard doorgedrongen zal zijn bij de Ajax-zieden. We gaan live over naar Tokio over enkele seconden. En dan krijgt u het commentaar van Eddy Poelman. U kijkt naar de opstelling van Ajax voor de wedstrijd om de Intercontinentale Cup. De opstelling van Ajax die een bekende opstelling is en die u kunt volgen in min of meer willekeurige volgorde, zo lijkt het, worden de spelers van Ajax hier aan het publiek over de hele wereld voorgesteld. Op het moment dat ook de ploegen van Ajax en Gremio het veld van het Nationaal Stadion in Tokio betreden. Het is even na 7 Japanse tijd. De zon is al 2 uur onder in het land van de reizende zon. Het is tegen de 10 graden. Maar omdat er een snijdende wind staat, is de gevoelstemperatuur in Tokio ongeveer een graad of 5, zo taxeer ik. Ajax in de sterkste opstelling met Frank de Boer, die gisteren een vrij plotseling herstel toonde en die volledig fit aan deze wedstrijd kan beginnen. Een wedstrijd die het Nederlands clubvoetbal kan terugbrengen op het wereldpodium na de successen van Ajax in 1972, het winnen van de wereldbeker tegen Independiente en natuurlijk ook nadat Feyenoord al eerder in 1970 de wereldcup had gewonnen. Het Nederlands clubvoetbal terug op het wereldpodium, dat is de inzet van deze wedstrijd vandaag. Hier is Gremio, dan een relay is de doelverdediger. Rivarola, de mandekker, de tegenstander van Patrick Kluivert. Adilson, de aanvoerder, de vrije man, de Danny Blind zeg maar van Gremio. Artje, net als Rivarola, een man uit Paraguay, verdedigt aan de rechterkant. En Roger aan de linkerkant, een jongeman zoals u ziet. Dinho is de stofzuiger op het middenveld, een ervaren speler. Goiano, middenvelder. Carlos Miguel, links voor. Arilson, de creatieve man op het middenveld naast Goiano. Paulo Nunes, op rechts. En Jardel is de Kluivert van Gremio, de centrale man voorin. Het gevaar met name door zijn kopkracht. Er mogen per ploeg 7 wisselspelers op de bank zitten. Dat is gisteren besloten. Dit is Felipe, voluit Luis Felipe Scolari, de coach van Gremio. De 47-jarige die Gremio naar de Copa Libertadores heeft geleid. Dit is de formatie van Ajax en dat klopt dan wel weer redelijk zoals we die in Nederland ook kennen. Frank de Boer zal als bewaker van die spits Jardel optreden.
En dit is de formatie min of meer van de Brazilianen uit Porto Alegre. Zodat alles hier in Tokio klaar is voor de wedstrijd die waarschijnlijk om 13 over zal beginnen. Met aandacht voor de Finn Jari Liedmanen van Ajax vooraf en Patrick Kluivert die met zijn doelpunt in Wenen Ajax naar deze wedstrijd toeschoot in mei. Paulo Nunes en Jardel. 22 is hij en het zou wel eens een laatste grote wedstrijd voor Gremio kunnen zijn, want er is grote aandacht uit Europa, bijvoorbeeld van Glasgow Rangers, voor deze jongeman. ...60.000 toeschouwers, uiteraard voornamelijk Japanners in dit stadion. 1000 Nederlanders, iets meer Zuid-Amerikanen, taxeer ik, voor deze wedstrijd. En de Japanners hebben tussen de 1000 en 9000 yen neergelegd voor een kaartje. Dat wil zeggen zo tussen de 15 en 150 gulden per plek in dit land waar naar Nederlandse begrippen alles duur is. Dit is Dinu en hier hebben we Frank de Boer. De man over wie zo lang getwijfeld werd, maar die uiteindelijk toch van de partij is. En dat maakt het voor Ajax makkelijker om de formatie op orde te krijgen. Paulo Nunes zal nu als tegenstander Bogarde kunnen krijgen. En het hele tactische plaatje viel vrij simpel in elkaar voor Louis van Gaal. Toen Frank de Boer eerst gisterochtend en later 's avonds ook nog in dit stadion op de laatste training alle fitheidstesten makkelijk doorstond. Zeven dagen is Gremio al hier in Tokio. Vijf dagen sinds afgelopen vrijdag is Ajax hier. Aanpassing iets korter voor Ajax, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Want het programma dat door de Ajaxiden de afgelopen dagen hier in Japan is afgewerkt, is afgewogen. En van jetlag problemen lijkt geen sprake meer. Onder auspiciën van de FIFA, de CONMEBOL en de UEFA, de Zuid-Amerikaanse en de Europese Voetbalbond. Deze wedstrijd die hier voor de 16e keer in dit stadion, dat 60.000 toeschouwers kan bevatten, plaatsvindt. Dit is de scheidsrechter David Ellery uit Engeland, geassisteerd door heren uit Korea en Japan, laten we zeggen hier uit de omgeving. David Ellery is een leraar. Eigenlijk een housemaster, zoals het genoemd wordt, op Harrow, een van de meer exclusieve scholen in Engeland. Want Harrow staat ongeveer gelijk met Eton en dat mag een vrij vertrouwde klank zijn in Nederland. Afgetrapt is er door Ajax. Vooraf in de media hier favoriet. Frank de Boer met de eerste paas van achteruit. Opgepikt door Liedmanen, Ronald de Boer en Finidi. Ajax in het vertrouwde concept van aanpassen is geen sprake. Ronald de Boer werd geraakt door Arielson en dienstpaas eindigt bij Van der Sar. Bogarde. Kluivert. Rivarola. En Davids. Davids met als directe tegenstander Arielson. Hier is Paulo Nunes. Een van de gevaren, maar dat wordt goed behandeld door Ajax. Nu de paas die niet aankomt. Paulo Nunes biedt zich aan. Jardel. En het schot van afstand, voor zover dat tenminste een schot mag heten. Door Carlos Miguel was dat. Hoe sterk is Gremio? Dat is een redelijk open vraag. Maar niet voor niets zal de ploeg de
Copa Libertadores vorig jaar gewonnen hebben. Ook al wordt het niet als de sterkste ploeg van Brazilië beschouwd. Blind. Kluivert. De Boer, Ronald. Liet maar een beetje gaan. Daar gaat de bal ook naartoe. Fini is buitenspel. Al in de openingsfase is het duidelijk dat de Brazilianen zich makkelijk laten terugzakken bij balbezit van Ajax. En hier hebben we Liedmanen met zijn bewaker Dinho. Adilson. En dan Relay. Rivarola, de oudste in het team van Grêmio, met Arce zijn landgenoot. Jardel. Bogarde bleef goed naar de bal kijken waar Paulo Nunes diep ging. Carlos Miguel. Blind. Davids. Overmars. Gaal. Kijk naar zijn ploeg. Zijn ploeg die alle prijzen gewonnen heeft, behalve deze. Liedmanen bracht Ajax in balbezit. Overmars en Bogarde. Kluivert. Vrije trap voor Grêmio. Het lijkt af en toe plaatjes kijken wat de Japanse regie doet. En misschien de spelers voorstellen aan het lokale publiek. Volgende wedstrijd weer met Adilson en Rivarola. Lange bal op Jardel. Paulo Nunes uitgeweken naar de andere kant. En geen hoekschop, want de bal ging nog, zag de scheidsrechter, via Paulo Nunes. Dat is hem, Felipe. Voluit Luis Felipe Scolari, 47 jaar en toch een beetje de boetseerder van dit elftal van Grêmio dat hij uit lage divisie heeft teruggehaald. En hier is Paulo Nunes. Jardel en Paulo Nunes die deze aanval opzetten, want de bal kwam van Jardel tot bij Paulo Nunes. Zijn toch het gevaar waar Ajax rekening mee moet houden en waar vooraf ook rekening mee gehouden is. Davids. Overmars met zijn tegenstander Arce op afstand, dus moet Rivarola instappen. Overmars bereikt Davids niet. Nu moet Blind terugsprinten, want die was mee. Jardel. Arilson. Carlos Miguel. Paulo Nunes. En de bal over de achterlijn zonder dat Jardel daar iets mee kan doen. Thank you.
Zevende minuut. Ronald de Boer. Finidi. Liedmanen. Davids. Blind paast. Kluivert was niet buitenspel. Artsje verdedigd. Blind. Slechte paas richting Liedmanen. Davids was de man die de jacht inzette. Hier is Paulo Nunes. Artje. Balverlies bij Adilson. Overmars. De Boer. Overmars. Liedmanen is vrij. Liedmanen wijst dat de bal naar Ronald de Boer moet. Heeft niet voldoende controle. Op de trouwens lastig te bespelen grasmat. Fluitsignaal tegen Davids. Lastig te bespelen de grasmat. En in de doelgebieden hard. En daar is er geen gras meer. Paulo Nunes en de mee opgekomen Artje. Bal over Jardel heen. Finidi. Heeft Rocher meegenomen en Rocher neemt over. Finidi overtreding. De eerste 9 minuten en gebleken is dat het zeker geen eitje voor Ajax is, zoals sommigen misschien ten onrechte verwacht hadden. De rechterverdediger Artje is mee over. En ook Rivarola en Adilson zijn mee. Artje van Sar. Liedmanen. Overmars. Blind. Kluivert is buitenspel. Finidi niet. Dan Relay. Het is goed te zien dat Patrick Kluivert wel buitenspel was. Maar dat de paas richting Finidi ging, die van achter de verdediger vandaan startte. Rocher. Jardel, die vaak gezocht wordt. Balverlies bij Rocher. Kluivert. Finidi. Davids. Rivarola laat lopen. Derde keeper van Brazilië. Kandidaat nummer 1 voor de Olympische Spelen in Atlanta volgend jaar. Dan Relay. Reiziger.
het eerst horen we ook het Ajax publiek meegereisd naar Tokio. Kluivert pikt op. Goed gedaan door Patrick Kluivert, maar Liedmanen kan de combinatie niet rondmaken. Vrije trapvoordeel Kluivert die gestuit werd. En Kluivert is aangeslagen. En waarschijnlijk zijn dit omstandigheden en overtredingen waarmee Ajax wel meer te maken krijgt. Dat is in Zuid-Amerika wat meer gemeengoed dan in Europa. En misschien wel gemeengoed in de dubbele zin van het woord. De Boer. Dan een relay. Scolari is de eerste trainer die de Sintelbaan opkomt van de bank af buiten beeld. Paulo Nunes. Paulo Nunes, al kandidaat voor de J-League, voor de Japanse competitie in het nieuwe seizoen, het nieuwe jaar. Zowel in Zuid-Amerika als in Japan worden de competities per kalenderjaar afgewerkt. Carlos Miguel. Nog steeds aandacht voor Frank de Boer na die vrije trap van zojuist. Kluivert. En dit is Dinho. De eerste speler kan Dinho worden die voor de derde maal de intercontinentale beker, die hier in Japan consequent vanwege de Japanse inbreng de Toyota Cup genoemd wordt. Dinho kan die voor de derde maal winnen. Twee keer eerder met Sao Paulo was hij al bij de winnende ploeg. Vrije trap tegen Davids. Overtreding op Arielson. Adilson. Goeie paas op Paulo Nunes. Paulo Nunes. Die kan individueel wat. Paas eindigt bij Ronald de Boer. Het was een mooi hoogstandje van Arielson, maar zonder verder effect. Ronald de Boer, Finidi. Scolari staat al langs de lijn, geparkeerd als het ware. Ronald de Boer ontwijkt Dinho. Finidi. Reiziger. Blind. Kluivert valt terug vanuit de spits. Ronald de Boer, correct. Liedmanen, Ronald de Boer kan. Blind zorgt voor aansluiting. Blind vraagt de scheidsrechter nog om bestraffing van de charge van Arielson. Daar wil LRA niet aan. Maar hij heeft zichzelf geblesseerd daarmee.
Behandeling binnen de lijnen wordt niet toegelaten. Arielson die volgend seizoen voor FC Kaiserslautern zal spelen. Hij is voor 3 miljoen dollar verkocht. De man die hier in beeld is. Vrije trap voordeel Carlos Miguel. Goiano, de tegenstander van Ronald de Boer. Frank de Boer. Reiziger. Adilson afgetroefd. Liedmanen bijna weg, maar Dinju kreeg er nog de voet tussen. Artje, gele kaart. Gele kaart overigens die zonder verdere consequenties zijn. Tenzij er dus een tweede volgt in de wedstrijd. Het is misschien wel goed dat de scheidsrechter nu de maat heeft gezet. Want naar die maat zijn de Brazilianen al enige tijd op zoek geweest. Misschien dat ze nu in ieder geval pas op de plaats maken. Met de fysieke middelen die ze toepassen. Dinju bereikt Rocher niet. Liedmanen. Kluivert. Paulo Nunes. Arielson, gevaarlijk. Wel degelijk gevaarlijk. Die man die zojuist nog geblesseerd was. En het publiek reageert omdat de herhaling ook op het grote scorebord ten beste wordt gegeven. En de Japanners die niet zo verwend zijn met voetbal als wij Europeanen. Zagen het gevaar ook in de replay. Blind. Veel en goed inschuivend, maar Kluivert is buitenspel. En Scolari is inmiddels van de sintelbaan gevorderd tot de zijlijn. Waar Van Gaal nog altijd rustig in de dugout zit. Paulo Nunes. Goed gedaan door Bogarde. Bogarde komt. Adilson, bal over de zijlijn. Ajax speelde even met 10 omdat Finidi buiten de lijnen was om nieuw schoeisel aan te trekken. En dan met de nadruk op andere schoeisel. Boer de bal kwijt. Jardel. Paulo Nunes. Artsen komt buitenom. Daar gaat de bal ook naartoe. Maar Overmars, die natuurlijk minstens even snel is, verdedigt goed mee. Oh.
Rivarola. Blind. Bogarde. Massar. De Boer. Liedmanen, De Boer. Kluivert niet bereikt. Frank De Boer. Davids. Met Carlos Miguel. Veel bij de Brazilianen gaat over rechts, omdat Carlos Miguel, die eigenlijk de linkerkant moet bezetten, veel naar die vleugel uitwijkt. Daardoor wordt Reiziger met regelmaat vrijgelaten. Van der Sar. Goeie trap tot bij Davids. Fini die ging te laat diep. Roger ziet erop toe dat de bal achterloopt. ...23 minuten. 0-0. Van Gaal, Van der Lem, Harms. Er mogen 15 man op de bank zitten bij deze wedstrijd. Is onderling afgesproken. Ook Arnold Scholten, geblesseerd, zit bij Ajax op de reservebank, zei het in Burger. Finidi. Wederzijds inkomen met gestrekt been en daar heeft Dinu blijkbaar de meeste ervaring mee. Jardel, blind. Goiano. Arildsson, opgejaagd door Davids. En die actie van zojuist aan de zijlijn is alweer voldoende aanleiding voor Scolari om zich op te winden, een betere zaak waardig. Jardel, bereikt door Adilson. Naar de hoek gedrongen door Frank de Boer. Voorzet opgepikt door Blind. Liedmanen. Zo komt Ajax er netjes uit. Danny Blind. Bogarde. Overmars. Hartje. Davids. Finidi, bal kwijt aan Roger. Voordeel ondanks een overtreding voor Ronald de Boer. Balbezit Paulo Nunes. En nu niet gefloten tegen Finidi. Paulo Nunes onmiddellijk op jacht, maar Blind heeft oog in de rug. Finidi en Roger. Reiziger. Prima gedaan tegen Paulo Nunes. Kluivert. Davids, Overmars van achter, Arthur vandaan gestart. Overmars. Bereikt Kluivert niet.
Het is wel de eerste corner voor Ajax, maar had misschien wat meer ingezeten met Liedman vlak voor het doel. En de inkomende Kluivert daarachter. Hoekschop van links door Finidi. Natuurlijk ook Frank de Boer mee. Bal uitgekopt door Goiano. Grensrechter twijfelde even. De heer uit Japan, maar besloot tot buitenspel voor Davids. Zeer twijfelachtig of hij gelijk heeft. En om helemaal correct te zijn, was dit de heer uit Korea en niet die uit Japan. Goiano speelt met handschoenen aan. Zuid-Amerikanen zijn dergelijke omstandigheden qua temperatuur minder gewend dan Ajax. Blind tot bij Rogier. Rogier tot bij Ronald de Boer. Kluivert via Dinieu. Arthe. Van der Sar. Davids. Tussen twee tegenstanders vandaan gedemarreerd. Liedman laat de bal lopen. De Boer kan een beetje moeizaam oppikken, maar niettemin. Hier opnieuw Ronald de Boer. Jardel. Bogarde. Roger. Balverlies bij Arilson. Ronald de Boer. Davids. Liedman is de man met ruimte. Even losgelaten door Dinieu. Maar de paas is dan veel te hard voor Overmars. Het gaat geleidelijk aan wat beter dan in de beginfase met Ajax. Maar het echte Ajax, bijvoorbeeld dat van 6 dagen geleden in Madrid, is nog niet opgestaan. Jardel. Roger. Balverlies bij Arilson opnieuw. Liedmanen. Blind. Goed ineens gespeeld. En voor het eerst in de wedstrijd is Reiziger mee. Goed verdedigd door Roger. Liedmanen. Ruim 31 minuten gespeeld en nog steeds 0-0. Met in beeld Dinieu. De man die hier in Tokio al 2 keer deze beker heeft gewonnen. In 92, toen mocht hij 8 minuten spelen als invaller voor Tonino Cerezo. Toen won hij met Sao Paulo met 2-1 van Barcelona.
En een jaar later won hij met 3-2 met Sao Paulo van AC Milan. En toen speelde hij de hele wedstrijd. Kluivert voor Ajax. Legt af op Finidi, dat is goed. Kluivert. Kluivert wil de bal nog beter hebben. Kluivert is gretig. Kluivert wil graag. En Kluivert realiseert zich dat deze wedstrijd, net als tijdens die invalbeurt in Wenen, de gelegenheid is om internationaal zijn naam te vestigen binnen de voetbalwereld. Goiano. De Boer. Reiziger. Nassar. Overmars. Niet lang Saartje. Dat is een ervaren man. Hij is zelfs aanvoerder van de nationale ploeg van Paraguay. Liedmanen. Reiziger. Finidi levert in. Goiano levert op zijn beurt in. Ronald de Boer, goede actie. Hoekschop. Nummer 2 weggegeven en toegestaan door Goiano. Nu van rechts met Mark Overmars. Overmars. Veel te ver van het doel, waar Frank de Boer bijvoorbeeld aan de rand van het doelgebied stond. Finidi, Davids. Vrije trap gefloten tegen Goiano. Beetje ver van de as van het veld. Maar niettemin maakt Frank de Boer zich op om die trap te gaan nemen. Afstand is misschien niet zozeer het probleem, als wel de hoek. Met Dino in het midden. Het wordt Finidi. Bal wordt niet goed verwerkt. Liedmanen komt er niet uit. Jardel was mee terug in de verdediging. Dus Paulo Nunes de enige voorin bij Gremio. Davids. Kluivert.
De Boer. Die bal wilde niet lekker komen. Die wilde niet lekker mee van Kluivert in de richting van Ronald de Boer. Maar geleidelijk aan wordt Ajax sterker. Ziet ook de bank. Van Gaal wint zich op over een cameraploeg van de Japanse televisie die in zijn gezichtsveld staat. De wedstrijd gaat voort. Bal is bij Finidi. Vrije trap tegen Liedmanen. Maar geleidelijk aan begint Ajax, laten we het maar in Van Gaalsiaanse termen zeggen, zich mogelijkheden te creëren. Kansen zijn het nog niet, maar mogelijkheden wel. Demchenko, Kanu, Wouter. Demchenko mag op de bank zitten en mag ook eventueel in de wedstrijd worden ingezet samen met Kanu, omdat de in Europa geldende buitenlandersregel niet van toepassing is vanavond. Beetje merkwaardig dat het allemaal 28 uur voor de aftrap besproken moest worden, maar dat is de normale gang van zaken bij deze wedstrijd. Buitenspel Jardel. Deze rug hebben we gezien. Ronald de Boer, Adilson. Davids niet teruggefloten voor de actie in de rug van Arielson. Kluivert. Blind. Artsen zat ernaast, maar Overmars kon niet profiteren. Liedmanen, Overmars. Ajax begint het eigen spel wat meer te spelen. Moet natuurlijk wel steeds attent zijn op de gevaarlijke tegenstoot waarbij de bal steeds naar Jardel gaat. Hier is Carlos Miguel met een goede solo, zolang als Reiziger dat toestaat. Zo lang was dat dus. Door Roger. Roger. Paulo Nunes, Liedmanen. Blind. Davids. Nu is er wat ruimte, maar dat gaatje wordt opgevuld door Rivarola. Davids. De Boer. Goeie paas. En het is geen buitenspel van Overmars. Is dat Hens? Dat was geen Hens. Dus een goede redding van de doelman. Mogelijk dat we dat straks nog even zien. Die prachtige paas op Overmars die precies op tijd startte. Hier is Ronald de Boer. Daar is de paas. Daar is Overmars weg. Maar Darnley doet goed mee. Señor, señor.
coach Felipe van de Brazilianen probeert de grensrechter uit Korea ervan te overtuigen dat het toch buitenspel is geweest. En dat was het absoluut niet. En zo kort voor rust kan hij dat misschien beter niet doen, want dat kan zich na rust als een soort boemerang tegen hem keren. Roger. Carlos Miguel. Jardel was daar. Hier is Carlos Miguel, verdedigd door Davids. Bal opgepikt door Finidi. Finidi. Roger was weg. En de noodrem werd gehanteerd door Goyanu. Die krijgt geel. Tweede geel na Arthur. En nu oppassen, want Jardel is link. De Boer klaart het. Paas van Blind en Overmars op snelheid. Overmars op snelheid. Geen overtreding gegeven. En Gremio eruit. Paulo Nunes. Jardel. Dinho, Arthur, Paulo Nunes. Paulo Nunes, te zwak met links. Het loopt inmiddels tegen de rust. Blind. Dinho. Jardel. Arielson. Onvergekegeld door Liedmanen. 45 minuten zijn voorbij. De wedstrijd mag nog voort. Dinho. Adilson mee. Ontmanteld. Door Kluivert die mee terug was. En het rustsignaal bij 0-0 na een eerste helft. Die misschien iets betere mogelijkheden voor Ajax heeft geboden. Maar laten we zeggen dat Ajax nog niet zoveel Ajax was. Dat het echt op een voorsprong aanspraak zou kunnen maken. Zodat het allemaal na rust in de tweede helft zal moeten gaan gebeuren. Uitschakelen of iemand moet bevrijden die gegijzeld is. En de bedoeling is ook dat je die actie doet zonder dat niemand jou ziet. En als het dan lukt, ja, dan ben ik trots op jou. Je grens kunnen verleggen, in groepsverband kunnen samenwerken. Je zorgt dat iedereen de eindstreep haalt. Een heel avontuurlijke baan, ja. Omdat je in mentaal en ook in fysiek opzicht een heel ander mens wordt. Ik zocht iets anders. Gewoon een uitdaging. Dingen doen om te kijken of je het kan. Ja, zolang je burgers, hongerige burgers kan helpen aan wat eten, denk ik dat je al zinvol bezig bent.
beroepsmilitair voor een bepaalde tijd. Bel voor zo'n baan 06-01-24. De meeste scheerapparaten kunnen lastige haartjes in de hals niet aan. De Brownflex Integral wel. Het eerste scheerblad scheert de korte haartjes. De geïntegreerde tondeuze verwijdert de langere probleemharen. Het tweede scheerblad maakt het werk grondig af. De Brownflex Integral. Voor een totaal nieuwe manier van scheren. Mijn ideale waterkoker heeft geen last van kalkaanslag. Zodat hij langer meegaat. En zorgt voor kokend water in een mum van tijd. Ja, dat is het helemaal. De Gold Waterkoker van Tefal. De eerste waterkoker met een gouden element dat kalkaanslag geen kans geeft. Tefal, je denkt ook aan alles. Want op de commode verschoond worden, dat is oké voor baby's. Maar zodra je een beetje kunt lopen, krijg je wat nieuws. Up and Go. Dat is een luier waar je zo in kunt stappen. Super cool, toch? Up and Go van Libero heeft een speciale kern die flink veel vocht absorbeert. En het ook moeiteloos kan vasthouden. Commode te koop, zo goed als nieuw. Up and Go van Libero, dat is pas een prima luier. Weet je wat mij zo leuk lijkt? Een romantische jurk met kant. Iets feestelijks van soepel fluweel. Of zwarte crepe georgette. Wat een beeldige jurkjes. Ook een beetje voordelig. Dat bedoel ik nou. Ja, de feestweek bij CNA. Er waart een virus door Europa. Een virus dat razendsnel om zich heen grijpt en onverwacht kan toeslaan. De ziekte openbaart zich het meest in gebieden waar veel mensen dicht bij elkaar wonen. Het virus maakt vooral slachtoffers onder allochtonen en mensen van buitenlandse afkomst. Welkom terug bij Studio Sport. Het is rust in Tokio. 0-0 uiteraard de tussenstand. Willem, jouw indruk van Gremio? Nou, behoorlijk. Een behoorlijke ploeg die het eigenlijk lastig maakt. Ze spelen dicht bij elkaar, spelen goed pressing. Het zit goed in elkaar. Vooraf werd er gezegd van Gremio zo sterk defensief zijn ingesteld. Dat valt jou erg mee? Nou, ze spelen wel aangepast aan Ajax. Maar ze proberen Ajax toch goed vast te zetten. Vooruit te verdedigen vooral. Om Ajax weinig ruimte te geven om... De diepte, wat de kracht is van Ajax, over de zijkanten. Liedmanen die normaal gesproken die diepte kan zoeken. Nou, dat is zelden gebeurd. Ja. Dat is toch een effectief wapen tegen Ajax. En ze creëren ook kansen? Ja, nou in het begin hadden ze een paar mogelijkheden. We gaan kijken naar een van die mogelijkheden. Waar er wat beelden. En ja, vooral in het begin, door die goede pressing, wat ze de bal konden veroveren op het middenveld. Gremio dan wel te verstaan. Ja. Konden ze er overheen gaan. Kijk, hier zie je zo'n voorbeeld. Toch snel er doorheen gegaan. Goede combinatie dit. Arielsson. Met dat schot. Daar hadden ze een paar momentjes mee. Verder zijn ze ook niet echt gevaarlijk geweest. Maar ze maken het Ajax moeilijk. Ja. Dan zei hij al iets over de vleugels. Eddie zei halverwege van... We zien maar niet het Ajax zoals we dat kennen van tegen Real Madrid. Nee, de twee backs. De buitenspelers George en Overmars. Dat is, hebben we tegen Madrid heel goed gezien. Die steeds de diepte konden kiezen. Dan zijn ze bijna niet te houden.
Maar Kremio heeft twee backs die bijna even snel zijn. Maar vooral het middenveld van Ajax krijgt niet de gelegenheid om die passes te versturen naar die buitenspelers. En daar heeft Ajax moeilijk mee. Want, en ze zijn niet zo mobiel meer. We zouden een paar kansen zien, maar die komen nu. Die komen nu. Nou, dan zou je zien dat Overmars nu wel kan vertrekken. Dan de ruimte heeft, de voorzet kan geven. Er komt niks uit in dit geval, maar dat was de eerste gevaarlijke actie van Ajax eigenlijk. De grootste kans was die kans van Kluivert? Ja, hij kreeg hem niet ideaal, maar hij zet hem zelf op. Het was eigenlijk een soort counter. Ajax verovert de bal op het middenveld. Kluivert speelt hem gauw naar George. We zien het niet, maar hij komt wel zo. En Kluivert kan hem net niet intikken. Het was een beetje een moeilijke bal, want hij moest echt gaan timen. Kijk, hier zie je het. Danny Blind, die toch veel op het middenveld speelt. Frank de Boer, die een beetje meer defensief speelt. Hier speelt hij goed naar buiten. George kan nu wel komen in de ruimte. Dit is een moeilijke bal. Zet veel kracht, Kluivert. De bal komt niet lekker aan. Timing was misschien niet ideaal. Maar toch weer over de zijkant. We laten het even met deze fragmenten. Vaak zie je in de eerste helft van hoe het bij Ajax uit zal pakken in de tweede helft. Dat is de afgelopen weken zo gegaan. Heb jij nu enig gevoel hoe dit dubbeltje gaat vallen? Moeilijk. Maar wat Ajax vooral in het tweede gedeelte van de wedstrijd goed doet, is dat ze weinig meer weggeven. En dan moet je tegen deze ploeg geduld hebben. Je moet snel de bal rondspelen en wachten op dat ene moment. Dat hebben we ook in de Europa Cup finale gezien. De Ajax ook niet echt lekker in de wedstrijd kwam. Maar toch het moment afwachten, veel geduld hebben en en attent blijven, want ze hebben twee behoorlijke spitsen. Zo is het. Als het dus 0-0 blijft, krijgen we verlenging 2 keer, 15 minuten. En daarna strafschoppen, dus geen gedoe met sudden death. Wij zijn over enkele minuten weer bij u terug. Een ideale waterkoker heeft geen last van kalkaanslag, zodat hij langer meegaat. En zorgt voor kokend water in een mum van tijd. Ja, dat is het helemaal. De Gold Waterkoker van Tefal. De eerste waterkoker met een gouden element dat kalkaanslag geen kans geeft. Tefal, je denkt ook aan alles. Wat is er toch aan de hand? Hij is kleinkinderen heeft ze. Poe, wat een rust. Vroeger kon je nog wat beleven. Flesje, plasje, dan was ik nat en ging ik tekeer. Maar nu, flesje, plasje. En zo snel droog, dat ik denk, waar is mijn plasje nou? In je nieuwe Libero. Want kijk, dankzij QuickZone, een nieuw bovenlaagje, absorbeert hij nu sneller dan ooit. Je voelt je meteen droog. En nu ga ik kappertje spelen. Nieuwe Libero, dat is pas een snelle luier. Cool. Gentlemen. Leuke jasjes voor de jonge jongens. Die kosten 140 gulden. Wel destig, hè? Hartstikke chic. Ik ben ook dol op smokings. En zeker van zuiver scheerwol. Nou ja, de feestweken bij CNA. Er waart een virus door Europa. Een virus dat razendsnel om zich heen grijpt en onverwacht kan toeslaan. De ziekte openbaart zich het meest in gebieden waar veel mensen dicht bij elkaar wonen. Het virus maakt vooral slachtoffers onder allochtonen en mensen van buitenlandse afkomst.
Super Trinitron breedbeeld. Dat is geen tv kijken, maar beleven. Only Sony. Ajax is toch een vereniging met een fantastische historie. Als je hier rondloopt, heb je het gevoel dat je deel uitmaakt van een stukje voetbaltraditie. Om daar voorzitter van te zijn, dat vind ik een hele eer. Te meer omdat mijn vader het ook al was. Maar met zo'n club en je eigen bedrijf kom je privé wel eens tijd tekort. Gelukkig kan ik mijn financiële zaken aan ABN AMRO overlaten. Ik heb al jaren een goed persoonlijk contact. En ze hebben specialisten op elk gebied. Niet omdat ze nou onze sponsor zijn, maar ABN AMRO is op het gebied van private banking het verst van alle banken. Ze geven je echt het gevoel dat je de hele bank voor jezelf hebt. Dus van mij mag ABN AMRO zich de bank noemen. Spelers zijn nog in de kleedkamers, nog geen spelen te zien daar in Tokio. We praten nog even door met Willem Kieft, die vooral zei dat Ajax dus geduld op moet brengen. Dat ligt dus aan Gremio. Ze doen het goed. Ja, nee, ze doen het heel goed. En ja, wat iedereen eigenlijk een beetje verwachtte, is dat het een gigantische schoppartij zou worden. Nou, daar hoeven ze nog niet naar te grijpen, want ze spelen heel goed gedisciplineerd. Ze spelen dicht bij elkaar. Als je dicht bij elkaar speelt, geef je weinig ruimte weg. Dus hoef je nooit achter je tegenstander aan eigenlijk. En hoef je ook nooit die grove middelen te gebruiken die waar ze toch wel bekend om staan. Ja. Dat hoeven ze niet. En ja, ze doen het goed. Ze spelen goed vooruit. Ze hanteren goed de buitenspelval. Eén keer mislukte het even met die bal van Ronald de Boer op Overmars. Ajax moet geen gekke dingen doen. De rust bewaren. En ja, een momentje van mindere concentratie zal bij Kremi ook wel komen. Ja. Wij zien de spelers op het veld verschijnen. En we gaan kijken wat het gaat worden. Eddie Poelman, ga je gang. Terug in Tokio, waar de spelers van Ajax dezelfde elf als voor rust zojuist het veld opgekomen zijn. En nu ook de equipe van Gremio uit de kleedkamer komt. En eigenlijk verwacht ik ook daar geen wisselingen op dit moment. De ploeg van Gremio, ietsje minder oude club dan die van Ajax, opgericht in 1903 met als mascotte de musketier. Het thuisstadion heet Olympico, hoewel het gebouwd is voor een universiade. Kan 65.000 toeschouwers bevatten en Gremio is een grote club. Het heeft een groot museum in het eigen stadion. En het heeft bijvoorbeeld ook een eigen creditcard, weliswaar gelieerd aan een creditcardorganisatie die wereldwijd is. Maar toch, je kan met een Gremio creditcard, zoals je inmiddels ook zoiets van Ajax hebt, de wereld door. Ze wonnen de Copa Libertadores, de speler van Gremio, voor de tweede maal in de geschiedenis. In 83 was voor het eerst en toen speelden ze hier tegen HSV en wonnen met 2-1 na verlenging door twee doelpunten van Renato. Nu wonnen ze de Copa Libertadores in de finale tegen Nacional Medellin uit Colombia, de ploeg van de bekende doelman Higuita. En Ajax, zoals bekend, winnaar van de Champions League voor deze 16e wedstrijd hier in Tokio. En de balans is voor Europa van de voorgaande 15 niet gunstig. Want 10 maal waren het de Zuid-Amerikanen die wonnen en 5 maal maar de Europeanen van de wedstrijden in Tokio. De wereldbeker in totaal is 33 keer verspeeld en daarvan won Zuid-Amerika 20 keer. Europa derhalve 13. Dit is de bal die door de Zuid-Amerikanen wat bekritiseerd is. Want het is een wat meer Europese bal, zo zegt men, dan men in Zuid-Amerika gewend is. Hoewel de Ajaxiden ook ondervonden hebben dat de bal die zojuist voor de tweede helft in beweging gezet is, wat lichter is dan wij normaal in Europa gewend zijn. Eerste overtreding van de tweede helft door Adilson tegen Ronald de Boer. Kluivert.
Bal loopt te snel voor Finidi. Cameraman achter de lage camera heeft een voorliefde voor Liedmanenkloos. Hoewel die dus bij deze actie niet betrokken was. En aan de Braziliaanse kans voor Jardel. Paulo Nunes met Bogarde. Davids. Schot half, of paas half geblokt. De Boer. Recht naar een tegenstander, dat was Arildsson, Paulo Nunes. Bal uit via Frank de Boer. Goed gedaan door Arildsson. Roger. En pas uit deze hoek blijkt hoe ver het schot naast ging. Kluivert, Liedmanen. Het Japanse publiek reageert alsof het schot niet zo gek ver overging, maar zo was het niet. Dinho was bij hem. Frank de Boer, winst in het kopduel tegen Jardel. Davids, Kluivert, Ronald de Boer. Finidi achter Roger langs, Finidi de voorzet. Dan Relay de vuist eronder. Tegenstoot met Arildsson. Frank de Boer, Van der Sar moet ver. Blind, Finidi Liedmanen. Finidi. Blind. Van der Sar moet komen. Jardel. Was in aantocht. Overmars houdt de bal niet binnen. Blind. De Boer goed weggedraaid. Davids. Paulo Nunes. Blind. Van der Sar. Laat de bal even lopen om goed te kunnen kijken. Kluivert. Adilson. Paulo Nunes staat scherp, maar de bal komt daar niet. Davids. Overmars. Korte periode sinds de rust lijkt Ajax aan te knopen bij de betere fase uit de eerste helft. Zeg maar het laatste kwartier. Wat meer balbezit, wat meer rust.
Adilson kopt. Davids. De Boer. Overtreding door Goyano. Ronald de Boer mag niet binnen de lijnen worden verzorgd. Bekendgegeven. Goyano was hier ook al eens. Die was in 93 reserve bij Sao Paulo bij de finale tegen AC Milan. Daar is de vrije trap. Ronald de Boer. Hoekschop. Braziliaanse verdediging toch wat verrast. Corner via Adilson. Ajax derde corner met Overmars. Fini die er niet aan. Arielson. Die heeft een voorkeur voor dergelijke omhalen. Davids. Wordt beter. Wordt steeds beter. Paulo Nunes. Nu uitgeweken naar die kant. Verdedigd door Finidi. Probeert Jardel. Teruggekopt door Blind. Die het hoofd koel houdt. Danny Blind, de oudste speler op het veld. Met zijn 34 jaar. Als je hem niet meerekent, is Ajax 23 jaar gemiddeld. Hier is Paulo Nunes en Reiziger. En als je hem niet meerekent, is er geen speler bij Ajax, ouder dan 25 trouwens. Overtreding en geel voor Rivarola. Overtreding op Kluivert. Ook de tweede man uit Paraguay nu met geel bestraft. Voor rust waren dat Arce, de Paraguayaan en Goyano. Voorlopig mag Ajax niet ontevreden zijn met het gegeven dat er een Europese scheidsrechter aan de beurt is. Wedstrijden worden beurtelings geleid door een Europeaan en een Zuid-Amerikaan. En vorig jaar was het een heer uit Colombia die hier de eer had. En hier is het vierde geel, dit keer voor Arielson. En zo wordt de lijst geleidelijk aan voor Gremio misschien wel dreigend lang. Vorig jaar werd AC Milan hier verslagen door Vela Sarsfield. AC Milan toen ook favoriet. Maar favorieten winnen niet altijd. Dat is misschien de les voor Ajax voor komende deel van de wedstrijd. Hier wordt Frank de Boer in het gezicht en aan het gezicht geraakt door het te hoog opgestoken been van Jardel. En geleidelijk aan wordt duidelijk dat de Brazilianen ook wat provocerender gaan optreden in de tweede helft. Het is zaak voor Ajax om daar niet op in te gaan en te blijven voetballen. Diniu onderschept het paasje richting Liedmanen van Davids. Maar Ajax jaagt ook wat meer en Bogarde laat zien
dat Ajax niet helemaal over zich laat lopen. En dan is het aan Rilsson die om geel vraagt voor de tegenstander. En daar gaat de scheidsrechter niet op in, terecht. Al iets te kort gegeven voor Kluivert door Overmars. Nu Danny Blind. Kluivert met drie man in de buurt en Adilson haalt weg. Maar geleidelijk aan lijkt het erop dat Ajax iets meer pressie gaat uitoefenen. Bogarde op zoek naar Overmars met Arthe die verdedigt. En dan Liedmanen met de opgelegde kans. Oh, Liedmanen. Hij slaat de handen voor het gezicht. En daarna achter het hoofd. Want hij realiseert zich dat dit de beste kans van de avond was tot nu toe. En dan moet er een Braziliaan af. Rivarola heeft Kluivert neergehaald terwijl wij keken naar deze herhaling. En het rood is getoond aan Rivarola. De stelling dat de Brazilianen meer gaan provoceren wordt wel erg snel waargemaakt. Maar de scheidsrechter heeft het gezien en Rivarola moet eraf. Rivarola, de meest ervaren en de oudste speler van Gremio. Ruim 70 maal international voor van Paraguay. Driemaal kampioen van Paraguay met Cerro Porteña, de grote club daar. Hij speelde ook al in Argentinië bij Tallares. Hij moest beter weten, deze Rivarola. Maar hij vergrijpt zich aan Kluivert. En zo is het 11 Ajaxide tegen 10 plotseling. Plotselinge activiteit ook op de bank van Gremio. Misschien dat er ergens in de archieven van de Japanse televisie, en inderdaad is dat zo, nog een opname bestaat van de actie van Rivarola contra Kluivert. Blijft zaak voor Ajax om cool te blijven. Want nu zullen de Brazilianen meer en meer gaan provoceren. Hier is Paulo Nunes. Overmars maakt de overtreding en de vrije trap is voor Gremio. De hele Braziliaanse bank stormt nu naar de zijlijn om een kaart te vragen. En nu ontstaat er een algemene kloppartij. Het Braziliaans Volkstheater komt op gang. En van LRA zullen alle capaciteiten worden gevraagd. Maar LRA blijft rustig, stuurt eerst de Braziliaanse coach, begeleiders, masseurs, managers en wisselspelers weg bij de grensrechter voordat hij gaat informeren wat de Koreaanse heer Jeon heeft gezien. Overmars zou inderdaad geslagen hebben. En Arthe probeert dat duidelijk te maken. Overmars zou Arilson geslagen hebben. De arbitrage heeft niets geconstateerd. En Overmars mag binnen de lijnen blijven. Hier geprovoceerd door Paulo Nunes. Want dat was een absolute houtgreep.
Vrije trap gaat komen van Carlos Miguel. Carlos Miguel in de muur. Diniu. En Jardel. Dat is een kans die je met 10 niet mag missen. Realiseert hij zich. Eerst Paulo Nunes en dan valt de bal plotseling voor Jardel. Een wissel dan, Arildsson. Terwijl wij nog een keer kijken naar deze herhaling. Gaat eruit. En Luciano komt erin. Dat betekent ongetwijfeld een reorganisatie. Luciano neemt de positie achterin over die door Rivarola noodgedwongen verlaten is. Zodat de verdediging bij Gremio in ieder geval weer op orde is. Daar zit de zondaar. Het hoofd koel houden en de ledematen heel. Dat is het eerste parool voor Ajax. En dan de overmachtssituatie uitspelen. Overmars, Liedmanen. Gremio gooit. Reiziger. Van Gaal spiedt mee naar waar de vrije man nu is. En in principe is dat sinds de wissel Edgar Davids, die geen echte directe tegenstander meer heeft. Davids die zich hier dan ook aanbiedt om dat uit te spelen. Finidi. Blind. Kluivert. Davids. Boer, Finidi, komt hij daar al, Kluivert, Overmars, bal weg. Jardel en Artje. Diniu, Bogarde. Nunes kruipt onder Bogarde. En maakt zich boos over de vrije trap tegen. Voorzet van Finidi zien we nog een keer. Paulo Nunes. Reiziger. Beetje onorthodox. Davids inderdaad met ruimte. En als Diniu die ruimte probeert te stoppen, is Liedmanen vrij. Oeh, wat komt daar? Adilson in. De Boer. Liedmanen. Overmars, Kluivert. Dan de relay. Twintig minuten in de tweede helft.
Davids. Liedmanen. Meeverdedigend Carlos Miguel. Gevolg hoekschop nummer 4 voor Ajax. Fini die komt er voor over. De 15 maal dat deze wedstrijd gespeeld werd in Tokio kwam het 5 maal tot een verlenging. Zover hoeft Ajax het niet te laten komen, al zou het natuurlijk niet onoverkomelijk zijn. Een kwart wedstrijd nog voor de boeg. Finidi, te kort. Liedmanen. De Boer was op de terugweg, Ronald. Maar kan de bal oppikken, want heeft alle ruimte. Nieuwe hoekschop. Achter Liedmanen was Edgar Davids. Die het contact met de bal maakte. Zie maar. Finidi. Doelman blijft. Dat kunnen de Zuid-Amerikanen. In dit geval spits Jardel die mee verdedigt. Ajax brengt Kanu straks. Bal is achter geweest. Doelschop. Van Gaal gebaard de vierde official om op te schieten met het brengen van Kanu voor Overmars. Overmars die misschien toch ook een beetje gewisseld wordt omdat hij gejaagd wil dreigen te worden na het opstootje. Want ook Fini die zou eventueel in aanmerking kunnen komen voor een wissel. Omdat hij tot nu toe nog niet zo speelt als dat we in Nederland van hem gewend zijn. Kanu begint met een overtreding. Arthur, daar is Jardel, die toch kans zag om voor Frank de Boer te komen. Weliswaar dan iets te veel uit positie voor een doeltreffende kopbal. De bal gaat ver voorlangs, maar toch. De voorzet van Paulo Nunes, of Arthur op aangeven van Paulo Nunes beter gezegd. En Jardel, die zo voor Frank de Boer komt. En dat is toch ook geen slechte kopper, integendeel. Kanu krijgt geel voor zijn tweede overtreding bij zijn tweede actie binnen de lijnen. Carlos Miguel, bal kwijt aan Liedmanen. Kanu in de spits. Blind. Ronald de Boer. Liedmanen met Dinho in de rug. Ronald de Boer. Kanu. Blind.
Danny Blind die hier in Tokio het meest van allemaal last van de reis. En met name van de gevolgen van het tijdverschil heeft gehad. Maar daar is in de wedstrijd niets van te merken. Kanu. Overtreding in de rug door Adilson. Ronald de Boer. Kluivert op de lat. Liedmanen. Adilson. Het blok door Ronald de Boer. Kluivert verzorgd door Pim van Dort. Naast het doel van Gremio. En hij was het dichtst van allemaal tot nu toe bij een doelpunt. Reiziger. Blind. Davids. Kluivert moet wachten. En nog steeds gebaard de scheidsrechter dat Kluivert niet terug mag binnen de lijnen. Boer. Kanu. Het is 10 tegen 10. Nu mag Kluivert terug binnen de lijnen en de Brazilianen hebben balbezit. Carlos Miguel, Carlos Miguel. Dat was een overtreding. En de scheidsrechter werd belaagd, maar hij floot niet. Het was echt een overtreding net voor Carlos Miguel het strafschopgebied binnenkwam. Dan mag Ajax niet klagen. En hier is Kluivert weer. Davids. Slechte breedtepaas. Davids. Schot van richting veranderd. Maar niet voldoende vaart meer. Zie. Frank de Boer raakt Carlos Miguel. Maar krijgt de vrije trap die ervoor staat niet tegen. Edgar Davids. Heeft veel ruimte voor zich natuurlijk na het vertrek van Overmars. En vergelijk het vaatje buskruid, Scolari, met de rust. En misschien zelfs wel een beetje de berusting bij Van Gaal. Die ongetwijfeld graag gezien zou hebben. Dat zijn ploeg de situatie wat beter uitspeelt. Arte naar de actie van Paulo Nunes. Daar is Jardel. En zo krijgt Gremio zelfs de betere kansen vanaf het moment dat het in ondertal is. Dat mag Ajax zich aantrekken. Hier Arte weer met de voorzet. En Jardel, belaagd door Reiziger ook.
prikt de bal opnieuw naast. Maar toch. Kanu. Nog een minuut of 13, 14 voor de 90 minuten verstreken zijn. Eigenlijk moet Ajax u en mij niet al te lang meer op de proef stellen. Blind. Bogarde. Bogarde, slechte voorzet. Bogarde krijgt een tweede kans. Liedmanen. Geen buitenspel, ook al appelleert Adilson tot die blauw ziet. Jardel met ruimte. Opnieuw Jardel dankzij Arthe. Hier is Arthe opnieuw. Dit is buitenspel. Arthe die wat meer doorgeschoven is na het vertrek van Overmars. En dat brengt hem in een vertrouwde positie. Want in het nationale elftal van Paraguay, waarvan hij aanvoerder is, speelt hij op het middenveld. Zo goed als vol is het stadion, tegen de 60.000. Kanu. Bereikt Liedmanen niet. Overtreding door Finidi. Jardel wordt eruit gehaald en dat is opvallend. Ook al is invaller Manjo ook een spits. Speelde 3 jaar lang bij Flamengo in zijn jongere jaren. Want hij is pas 21, die Manjo. Maar toch is het opvallend dat Jardel, die weliswaar 2 goede kansen liet liggen, nu naar de kant wordt gehaald door Scolari. Ten gunste van deze Manjo. Meteen actie van de nieuwe man, Manjo. Davids verdedigt weg. Paulo Nunes, die kan echt voetballen. Paulo Nunes. Arthe. Jardel naar de zijlijn en een overtreding tegen Paulo Nunes. Vrije trap voor Gremio. Gremio dat het nog geen zins opgegeven heeft met 10. En dat heel erg hangt, zoals Zuid-Amerikaanse clubs dat veel meer doen dan Europese trouwens, aan het winnen van deze beker. In Zuid-Amerika betekent het veel meer om deze beker, de Intercontinentale Cup, te winnen dan nog in Europa. Arthe. Kluivert verdedigt mee. En Davids was de laatste die de bal over de zijlijn schoot.
Scolari verontschuldigt zich bij de scheidsrechter. Hier zit Jardel. Want van zitten wil de coach van Gremio helemaal niets meer weten. Geen vrije trap en geen overtreding dus van Frank de Boer tegen Manjo. Kanu moet oppassen dat hij niet te veel met het lichaam werkt. Ook al moet Luciano daar wel tegen kunnen. De Boer, Ronald. Bal uit door Roger. De dugout kunnen ze van Scolari rustig weghalen. En van hem waarschijnlijk ook, maar dat heeft een andere reden. Kluivert. Die dus nu achter Kanu speelt samen met Liedmanen. Tegen twee tegenstanders komt hij daaruit. Liedmanen. Bogarde. Kanu komt naar de bal toe, maar Bogarde krijgt hem niet voorbij de tegenstander voor het doel. Arsen maakt van het ongemak gebruik om tijd te winnen ook. En de draagbaar wordt gevraagd. Een aantal bereidwillige Japanners komen daar snel mee het veld in. Arsen sinds een jaar pas bij Gremio. Geboren in Asunción en ook hij, net als de Zonda Rivarola, begonnen bij Cerro Porteño, de grote club in die stad. Hij laat zich wegdragen, maar ik durf er bijna om te wedden dat dat niet lang zal duren. Sterker nog, hij staat alweer en wil het veld alweer in. Bogarde. Dinho. Fanatieker dan ooit op jacht naar zijn derde triomf hier in Tokio. Davids. Van der Sar. Snel spelen. Met Manjo in aantocht. Die is nog vers. Vijf en een halve minuut heeft Ajax nog om een verlenging te ontlopen. Laat hem iets te ver weg springen. Bogarde. Davids. Davids heeft van positie gewisseld met Bogarde. Ronald de Boer. Bogarde dus nu voorin. Maar dat is niet zijn voor het geven van voorzetten. Maar Davids is teruggehaald. Met het oog op Paulo Nunes, die af en toe te behendig was voor Bogarde. En de bewegelijkere Edgar Davids is door Van Gaal tot een betere tegenstander voor Paulo Nunes beoordeeld. Hier is Paulo Nunes. Nu is Bogarde op tijd terug. Bogarde. K.
Kanu, Liedmanen. Dat begint een beetje op het circulatievoetbal te lijken. Kanu, Liedmanen. Ajax probeert druk te creëren, maar de eindpaas ontbreekt. Davids afgetroefd door Manjo. Paulo Nunes. De Boer. Op de bal. Davids. Een van de spelers van Ajax die echt in zijn spel is. Hele goede pas. Maar wat een slecht vervolg van Finidi. Paulo Nunes, een beetje onbeholpen tegen Davids. Bal teruggekopt door Adilson. We gaan aftellen, nog minder dan 3 minuten en dan zijn de 90 verstreken. Oppassen, want Paulo Nunes is niet buitenspel. Van der Sar, let goed op. Moet Gremio nageven dat ze ook met 10 niet hebben afgelaten. En dat Ajax niet echt kans gezien heeft om de zwakke plek in die groep van 10 bloot te leggen. Hooghaarden. Reiziger is min of meer de vrije man. Met enige regelmaat. Hoewel nu Carlos Miguel probeert dat gat te sluiten. Kanu, Reiziger, Blind. Blind. Hooghaarden. Hooghaarden op zoek naar Liedmanen was hij. Kluivert voorzet. Adilson's hoofd. Kluivert opnieuw. Dinho doet alsof hij aan het gezicht is geraakt en dan loopt de bal weg van Kluivert vandaan. En dan gaat Dinho weer liggen. Maar de scheidsrechter heeft doorzien, terwijl de klok verder tikt, dat Dinho het nodige theater maakte, omdat hij eerst de neiging vertoonde om weer op te staan. En pas toen de aanval doodliep, besloot weer de stervende zwaan te spelen. Geen sudden death hier in de verlenging. Of in wat beter Nederlands spelen om het winnende doelpunt. Maar de volledige 2 keer 15 minuten verlenging. Vrije trap tegen Kluivert. Jardel moet toekijken. Zijn tegenstander van zojuist, Frank de Boer, was aan de bal. Blind. De Boer,
Houdt die bal in het spel. Adilson en de laatste poging van de speeltijd door Finidi. Finidi die we te weinig gezien hebben deze wedstrijd. Laat zich dan toch nog even gelden. De Boer in de voet van een tegenstander. Het herstel door Danny Blind. Bal teruggespeeld. Neem geen risico van de Sar. Doet hij ook niet. En het is meteen tijd. 90 minuten zonder doelpunten. De laatste keer dat er hier verlengd werd was in 1988. Toen PSV hier speelde tegen Nacional uit Uruguay. Of dat was in ieder geval de laatste keer dat de verlenging ook op strafschop uitliep. De eerste keer dat hier gespeeld werd in Tokio was door Nottingham Forest, dat toen van hetzelfde Nationaal verloor. De wedstrijd wordt meestal gespeeld in de tweede week van december. Af en toe zelfs nog later in het begin van het jaar. Nog nooit is er zo vroeg gespeeld als nu in november. De bekende, maar toch altijd weer boeiende taferelen voor een verlenging. Scolari met Goiano. Eerste winnaar van wat in Nederland makkelijk de Wereldcup wordt genoemd, was Real Madrid. In 1960. Toen werd de partij over twee wedstrijden gespeeld. In Zuid-Amerika werd het 0-0 en in Madrid won Real. 10 jaar later de eerste Nederlandse zege door Feyenoord tegen Estudiantes na 2-2 in Buenos Aires. Joop van Dalen, weet u wel, in de Kuip. En Ajax 2 jaar later gelijk tegen Independiente in Buenos Aires. En thuis 3-0 door Neeskens. En die nieuwe naam tweemaal, Johnny Rep. Ajax zag van het spelen van de Wereldbeker af. Het jaar ervoor en het jaar daarna. En beide keren legde Europa prompt het loodje. Panathinaikos, de finalist die van Ajax verloor in Londen, ging ten onder tegen Nacional. En Juventus, de verliezende finalist uit Belgrado, ging ten onder tegen Independiente. Maar Ajax zette een trend. Want verschillende houders van de Europa Cup 1 toen nog zagen van het spelen van de Wereldbeker af. In 1975 en 78 zag zelfs de verliezende finalist ook van het spelen tegen de Zuid-Amerikaanse kampioen af. En werd er helemaal niet gespeeld. Tot dus in 1980 op verzoek van de FIFA Japan, dankzij die grote automobielfabriek. Die trouwens ook voor de beste speler van de wedstrijd een aardige auto beschikbaar stelt. De organisatie op zich nam. De mimiek van Louis van Gaal te zien is hij verre van tevreden. Maar voor Ajax zal toch ook gelden dat alleen maar het feitelijke resultaat telt. En hoe een uitslag tot stand gekomen is, is snel vergeten.
De uitslag blijft in de boeken. Maar voorlopig, na 90 minuten voetbal, staat er nog niets meer op het bord dan kort na 7e toen de wedstrijd hier begon. Er is weer getost. En Ajax gaat aftrappen voor de eerste verlenging van 15 minuten. Frank de Boer. Reiziger. Ronald de Boer, Finidi. Finidi was op de weg terug en de paas kwam diep. Nog steeds is hij op zoek, Patrick Kluivert. Op zoek naar die mogelijkheid Ajax na Wenen ook in Tokio een cup bezorgd. Manjo, onderbroken door de Boer. Liedmanen. Finidi. Kanu. Goeie beweging tussen twee tegenstanders en ook langs Blind. Uiteindelijk is hij de bal kwijt. En dat is de verdienste van deze man, Patrick Kluivert. Dinho, Paulo Nunes. Hij ziet de hoede zich er wel voor om sommige overtredingen te maken. Al wordt deze tegen Paulo Nunes wel begaan. En verkeerd terechtgekomen, zo lijkt het. Wordt de wedstrijd onderbroken voor een blessurebehandeling. Hij staat weer. ...23 uit de eigen jeugd van Gremio. Vrije trap met Dinho achter de bal. Reuzer klaar. De Boer. Kluivert, Davids. Frank de Boer.
En Kluivert raakt meer en meer gefrustreerd omdat hij niet de aangevers krijgt die hij graag hebben wil en die hij gebruiken kan. Liedmanen wordt naar de kant gehaald. Gebeurde dat niet eerder in de finale in Wenen? Nu is het Reuser die invalt. Liedmanen mag mee naar de bank om de rest van de wedstrijd te zien. Hier is Magno. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Geen overtreding gefloten tegen Davids. Dat valt niet tegen. Blind. Reuser. Ronald de Boer verkijkt zich toch op Magno. Collega, want dat is hij vandaag bij Globo TV, Falcao, de vroegere Braziliaanse bondscoach in beeld. Hij haalde deze man Adilson 5 maal in het Braziliaanse elftal in de periode dat hij bondscoach was, Falcao. En sindsdien speelde Adilson trouwens nooit meer in Interland. Reuser. De goede opening. De Boer. En Reuser die wil wel, die is mee. Blind. Dan is de ruimte weer klein en te klein voor Kluivert. Ronald de Boer. Kluivert. Canu, nee. Roger. Gelson staat klaar als derde wisselspeler aan de kant van Gremio. Carlos Miguel gaat eruit. Aan de kant van Gremio zijn de wissels daarmee op. Overtreding op Canu. Bogarde. Dinho. Arce. Boyanu verlengt. Maar de bal loopt achter onder toezicht van Frank de Boer. Voor Magno daarbij kan. Finidi. Eens te meer. Niet de Finidi die we kennen. Ja.
Reiziger kopt de bal zomaar naar Goiano. Paulo Nunes probeert het zelf, waar Roger toch achterom kwam als een expresstrein, maar dan een met stoomfluit, want hij riep zo hard als hij kon naar zijn medespeler. Kluivert. Goiano. Digne. Onder druk gezet door Kluivert en Kanu. Vijf corners kreeg Ajax in de 90 minuten speeltijd. Gremio niet één. Dit is dus de zesde van de avond. Natuurlijk Frank de Boer mee in overleg met Kluivert. Heel merkwaardig dat in tegenstelling tot in Europa de doelpalen niet worden afgedekt. Daarom gaat Frank de Boer maar wat dichter bij de doelman staan. Maar de bal komt op het hoofd van Adilson. En de grensrechter denkt 56 minuten na voor hij de vlag omhoog steekt en Kluivert toch buitenspel oordeelt. En de toestormende Felipe Scolari gaat dan weer enigszins gerustgesteld voor het moment terug in de dugout. Goiano. Daar was Magno bijna. Maar er is hens geconstateerd. Kluivert, Finidi. Maar die bal die loopt niet lekker en dan maakt Finidi een overtreding. Finidi volstrekt niet in zijn hum. En daardoor komt er van het vertrouwde Ajax-spel, ook al omdat er van links niet gekomen is wat we gewend zijn, weinig terecht. En dat is één van de oorzaken dat Ajax zeker niet zo'n indrukwekkende wedstrijd hier kan spelen als het graag gedaan had na de show van vorige week in Madrid. Dus kiezen we nu samen met Ajax voor het resultaat. Dan zal die cup iets minder opgepoetst zijn, maar mee naar Amsterdam moet hij. Bogarde vastgehouden door Digne. Richting Bogarde ging de bal van de voet van Finidi. Hier opnieuw Finidi. Nieuwe voorzet, veel te ver, veel te hard. Te weinig gecontroleerd dus. Dan Relay. Magno springt niet mee met Frank de Boer of springt niet, waardoor de Boer een beetje uit zijn kracht is. In deze situatie tenminste. Ronald de Boer. Finidi, Reiziger. Finidi.
Ronald de Boer. Niet afgezaagd in de ogen van de scheidsrechter door Rocher. Davids blijft goed bij de les. Maar dat is hij de hele tijd al. Dat is hij trouwens de laatste week al. Bogarde. Bereikt Reuser niet. En het eind van de eerste fase van de verlenging nadert alweer. Finidi was blijkbaar niet buitenspel. Blind. Reuser wil wel. Maar willen alleen is niet genoeg. Vooral deze neutrale toeschouwers grotendeels is de spanning niet voelbaar. Voor de Nederlanders hier in Tokio wel. En voor de Zuid-Amerikanen waarschijnlijk ook. Maar met zo'n overwegend neutraal publiek is het toch een wat merkwaardige sfeer waarin deze wedstrijd zich nu al 105 minuten lang afspeelt. De ontevredenheid over de eigen prestatie, de frustratie over het feit dat het niet lukt. En met het bedoel ik dan niet alleen het spelen van een schitterende wedstrijd, maar ook het uitspelen van een unieke meerderheid is op de gezichten van de Ajaxiden af te lezen. Scolari aan de ene kant en Van Gaal ten opzichte van Patrick Kluivert aan de andere kant. Nog met instructies voor het laatste kwartier speeltijd. Ruim een uur van de speeltijd is het 11 van Ajax tegen 10 van Gremio. Maar nog steeds is het 0-0 gebleven. Kluivert, los van Dinho. Kluivert, schot geblokt door Luciano. Is Ajax van plan om nu echt zaken te doen? In ieder geval niet Ronald de Boer. Die in deze situatie de bal onbenullig naar een tegenstander speelde. Reiziger. Frank de Boer. Davids. Bal uit via Paulo Nunes. Het is natuurlijk zeker niet het enige excuus. Maar zou het toch zo zijn dat op de vrijdag aankomen voor de wedstrijd op een dinsdag te weinig tijd is voor het overbruggen van het tijdverschil door het lichaam. En dat de Brazilianen van die twee dagen toch meer profijt trekken. Blind ziet zijn schot geblokt. Frank de Boer. Tegenstander volgt niet meer en stoort niet meer. Slechte paas van Frank de Boer, toch tot bij Reuser. Hier is Bogarde. Kluivert loopt zich vrij naar de tweede paal. Bogarde laat de bal achterlopen voor hij hem voorzet. Daar stak de grensrechter volgens mij de vlag al voor omhoog. Maar hij trok hem weer in, waardoor Ajax nu een corner krijgt. Dat is niet onprettig. Het Nederlandse legioentje roert zich.
Savini die neemt de hoekschop. Davids. Blind Finidi. Het moet toch zo zijn dat Gremio naar adem had. Finidi had in één keer alles goed kunnen maken. Alles vergeven en vergeten. Maar net langs de paal zeilt dat schot. Het oog klinkt van de tribune als men op het scorebord ziet hoe goed dit schot was van Finidi, die in principe slecht speelt trouwens. Maar nog steeds niet dus. Bogarde. Neergelegd. Komt geel voor Gjelson. Maar voor Gremio tellen nu niet meer kaarten. Telt alleen het halen van de serie strafschoppen. 11 minuten is dat moment nog weg. Dan zijn de kansen weer gelijk. Finidi. Kluivert net niet. Blind. Vrije trap tegen Reuzer. Of werd er gevlacht voor buitenspel, het laatste. Hoe dan ook balbezit Gremio. En tijdrekken door de doelman. Die de bal expres op de verkeerde plaats legt. Dan Relay. 22. En tegen een ieder die het maar horen wil, roept hij dat zijn grote voorbeeld is Tafarel. En wie was ook weer de winnende doelman in de serie strafschoppen aan het eind van de finale van het afgelopen wereldkampioenschap. Laat Ajax het niet zo ver laten komen. Ronald de Boer. Tempo is te laag. De bal wordt wel rondgespeeld. Maar het lijkt meer doel dan middel. Voorzet door Ronald de Boer. Kluivert niet. Bogarde gaat neer. Wordt niet gefloten. Nunes. Frank de Boer. Digne. Arthe. Paulo Nunes. Goiano. En weer Davids. Het is met nog 8,5 minuut schaatsen geworden op waterijs. Ronald de Boer. Dan wordt er buitenspel gegeven voor Finidi. Dat is wat twijfelachtig. Op het moment dat Reuzer de bal raakt. Maar het gebeurt wel. En dat telt. En het is niet wat twijfelachtig. Met die Luciano er nog meters achter. Is het gewoon domweg verkeerd. Reiziger. Yeah.
Nu is het Arthe die tijd wint. En die met een blik op het scorebord, want hij doet alsof hij niet weet dat het een ingooi is. Een blik op het scorebord zal hem leren dat ook de tweede verlenging alweer halverwege is. Núñez, Davids met gestrekt been. Núñez door, Davids houdt vast en Davids scoort geel. Vijf voor de Brazilianen. Twee voor Ajax, Canu en Davids. En één keer rood. Núñez. Frank de Boer. Blind, slechte paas richting Bogarde. En weer moet Davids aan de bak tegen Paulo Núñez. Zeker na het vertrek van Jardel, de angel in de ploeg van Gremio. En Gremio gooit nu alles mee naar voren wat het heeft. Met name aan lengte en kopkracht voor deze vrije trap. Voor dit dode moment. Met Dinho achter de bal als aangever. En ook Luciano en Adilson zijn mee voorin. Daar is Dinho, die raakt blind. Bogarde. Goiano. Kluivert. Die noodgedwongen mee terug moest toen die centrumverdedigers mee naar voren oprukten. Fini die bereikt Canu niet. Scheelde weinig. Maar het scheelde. Vijf minuten nog en een aantal seconden. Ronald de Boer speelt de bal tegen het lichaam van de teruglopende Roger aan. Scolari beschreeuwt Paulo Núñez. Davids. Adilson won het kopduel. Hier is Finidi. Kluivert na het balcontact. Eerst door Canu. Maar het is hem niet gegeven voorlopig. De roem, die zeker in Japanse termen ongetwijfeld tot eeuwige roem omgebogen zou worden. Davids. Goed gezien, maar op de arbitrage is niet al te veel aan te merken dat Paulo Núñez Davids afhield. Vrij trap door Frank de Boer komt niet aan, het hoofd van Luciano. Ronald de Boer, Finidi. Voorzet verdedigd door Adilson. Van der Sar, 2,5 minuut nog. En dan valt het oordeel via strafschoppen.
Luciano. Bogarde. Het hoofd van Kanu. Maar geen richting. En bovendien zette Kanu zich af volgens de scheidsrechter. Publiek in Tokio ziet voorlopig een wedstrijd zonder Ippon, zonder Koka's, zonder doelpunten, kortom. Kluivert, maar ook hij kan de Uchimata niet uitvoeren. Nu buitenspel gegeven. Samen met Reuzer. Maar op de positie van Kluivert wordt de vrije trap toegewezen. En zo was het zeker ook. Dat had grensrechter Hiroshima dit keer goed gezien. Laatste minuut van de verlengde speeltijd. Reiziger. Bogarde. Reuzer. Nunes. Manjo, verdedigd door Reiziger. Natuurlijk is Gremio tevreden met de beslissing door strafschoppen. En Ajax zal dat wel moeten zijn. Voorzet Manjo. Davids. De Boer. Gedaan. 0-0 na 120 minuten. Kip even aanbraden. Libertadores. Nog een strafschop benutten. En daarmee de Copa naar Brazilië bracht. Hoe goed is Van der Sar op dit onderdeel? Want verder doet niets er nu meer toe, behalve deze situaties. Zo kijken de ploeggenoten toe. Als Dinho na een korte aanloop niet scoort, en Van der Sar stopt. En dat is psychologisch heel belangrijk natuurlijk. De eerste de beste penalty van de grote specialist van Gremio. Een korte aanloop, misschien om de bedoeling te maskeren, maar Van der Sar blokt de bal beslist. Psychologisch een groot voordeel. En teleurstelling bij Dinho die plaatsneemt in de rij. Terwijl Patrick Kluivert al aanlegt. En naast schiet. Weg, psychologisch voordeel. Ook na twee strafschoppen nog geen score op het bord. En het woord wordt vaker gebruikt, dat weet ik. Maar het is ongelooflijk maar waar. Volgende patiënt, Arce. ...24 jaar. Aanloop van 16 meter.
Jansen op de lat. Alsof de doelen hier in Tokio zijn dichtgespijkerd. Of bewijst Ronald de Boer zo dadelijk eindelijk anders. Gelukkig. Met name Kluivert is blij en opgelucht. Derde penalty van Gremio door Magno, de invaller voor Jardel. Terug in de rij. Frank de Boer is voor Ajax bij de strafschopstip. De eerste met links. En goed. Jelson. Coach Golari. Want ook de Braziliaanse reserve staan. Gearmd opgesteld. Hier is Jelson. Verre van vloeiende aanloop, maar hij scoort wel. Dus kan Ajax zich geen misser permitteren. Van der Sar valt niets te verwijten. Finidi. De vierde op de lijst van Ajax. Die man van die matige wedstrijd, Finidi. En van dat goede schot van rechts. Nog één strafschop moet Ajax benutten. Of maakt Van der Sar dat overbodig door de laatste te stoppen. Van aanvoerder Adielson. Adielson rond 10 voor 10 plaatselijke tijd. Met Van der Sar op de lijn. Adielson scoort nog. Dus komt de beslissing op de schouders van aanvoerder Danny Blind van Ajax. De oudste speler van de wedstrijd. 34-jarige Zeeuw. Die inmiddels met Ajax alle prijzen heeft gewonnen, behalve deze. Hij neemt de verantwoording die de aanvoerdersband met zich meebrengt. Danny Blind. Hij doet het en Ajax wint de Wereldcup. Bewondering heeft de ploeg geoogst in Europa. En nu ook staat de naam, zonder dat de echte suprematie hier op het veld in Tokio is neergelegd, op de lijst van de winnaar van de Toyota Cup in Tokio. In ieder geval een bevestiging van het gegeven dat Ajax de beste ploeg is en de best voetballende ploeg van de wereld.
Ook al is dat deze wedstrijd niet uit de verf gekomen. En het eind is nog niet in zicht. Want de ploeg is nog niet verzadigd en volgevreten. En zal mogelijk bij een volgende gelegenheid, als die zich voordoet, hier in Tokio toch ook willen laten zien dat het niet alleen winnen kan, maar dat er meer is. De vreugde onderling is er zeker niet minder om. En ook Jari Liedmanen gewisseld deelt mee. En de teleurstelling bij de Brazilianen is sprekend. Hier Paulo Nunes. De broeders De Boer namen de strafschoppen goed. En met name voor Frank, die voor deze wedstrijd terugkwam van een blessure, is de winst toch een bekroning. De beker is doof, heeft geen oren, maar gaat wel mee naar Amsterdam. Waar Ajax morgen trouwens rond 16:45 op Schiphol zal terugkeren. Gezicht aan Ajax-kant is het al duidelijk af te lezen, alleen het resultaat telt. Danny Blind op het erepodium. Met de prijs die nog ontbrak. De Toyota Cup. Maar in de Nederlandse volksmond de Wereldcup. Dit is de intercontinentale beker. En dat is de prijs van de sponsor. En daar is Ajax op het plateau. Frank de Boer geeft door aan Patrick Kluivert en Danny Blind aan Ronald de Boer. Wereldkampioenen Ajax, dat staat er en zo geldt het uiteindelijk ook. Zo zal het in de boeken gaan.